De Surinaamse Vereniging van Journalisten SVJ heeft met verbazing kennis genomen van een voorgenomen justitieel onderzoek op verzoek van de directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM. Dit onderzoek zal worden ingesteld naar de vermeende klokkenluiders in de geruchtmakende kwestie rond de luchtvaartmaatschappij. Het kennelijke doel daarbij zal zijn eventuele verdachten strafrechtelijk te vervolgen. Het instellen van een dergelijk onderzoek is volgens de SVJ in strijd met de preventieve werking en de bestrijdende aanpak van corruptie en andere maatschappelijke misstanden die indruisen tegen het algemeen belang. Een dergelijk onderzoek heeft een afschrikwekkend effect en zal ertoe leiden dat gevallen van corruptie en onmaatschappelijk handelen bij de overheid, overheidsinstituten, staatsbedrijven en de private sector niet gerapporteerd zullen worden omdat de klokkenluider hierbij het risico loopt van rancune, vervolging en straf. Zo'n onderzoek kan er ook toe leiden dat journalisten verklaringen moeten afleggen dan wel gevraagd of gedwongen worden zulks te doen waarmee ook de persvrijheid onder druk komt te staan. De SVJ is dan ook voorstander van dat zo snel als mogelijk een wettelijke voorziening tot stand komt met toetsing van het algemeen maatschappelijk belang. De SVJ doet een beroep op de overheid, justitie, de Nationale Assemblée en andere controlerenden om op geen enkele wijze een dergelijk onderzoek zoals formeel te stimuleren of te gelasten, maar zich te beijveren voor wetgeving en gaan over tot de orde van de dag.